Yo mensen van het DTG, welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan wij de mensen hier op Dam Square vragen wie deze persoon is en of ze hem kennen. Laat zeker alvast een like achter en comment alvast. En ben je nog steeds niet geabonneerd, doe het zeker ook even. En laten we dan maar snel beginnen. Let's go! Kennen jullie toevallig deze persoon? Ik ken hem niet. Ja, ik ken hem wel. Wie is het? Maar nog niet zeggen wie het is? Ja, dat is Gio. Gio van YouTube, toch? Zoiets. Hij is met Gio, maar ja, met... Ja. SS6 is Melanie. Ja. Woe. Hoe kennen jullie hem? YouTube. Ja. Maar kijken jullie hem ook? Nee, ik vind hem echt zo'n beetje... What the fuck is dat? Hoe zou we hem inschatten? Wie denkt dat het is? Ik denk dat het een student is. Een jonge, vrolijke gast. Nee. Als u zo naar deze foto kijkt, hè? Nou, hartstikke leuk. Wat voor werk zou hij doen? Ik denk dat het een blogger is of zo. Iemand die met computers werkt. Wat voor werk zou hij doen? Wat voor werk zou hij doen? Ik denk dat hij... Ik denk dat hij kok is. Een kok? Ja, dat denk ik. Welk restaurant? Een heel goed restaurant. Scholier nog, denk ik. Ik denk nog een scholier. Nog een scholier? Geen bijbaan? Dat denk ik wel. Wat voor bijbaan? Ja. Albert Heijn, vakken vullen. Ja. Gio. Waarvan? YouTube. Gio van YouTube. Jullie kennen hem ook? Ja. Gewoon van YouTube. Oké, hoe vaak kijken jullie hem? Soms als we een video maken. Soms. Als iets tussen de beste video's staat. Ja. Maar als ik hem deze foto zou laten zien. Ja. Wat zouden jullie deze persoon inschatten? Wat voor werk zou hij misschien doen? Hij lijkt een beetje op crimineel op deze foto. Crimineel? Sorry. Weet je. Hij zou wel, wat in mij opkomt, met gehandicapten kunnen werken. Lijkt me echt zo lief iemand die goed met mensen kan omgaan. Dat is wel aardig. Ja. Nou. Wat voor persoon? Ja, een aardige, vrolijke jongen. Ik denk dat het een hele positieve iemand is. Want zijn ogen zijn heel open. Dus hij kijkt echt heel erg open de wereld in. Geen grimmige blik. En relaxed. Relaxed iemand. Iemand die hele leuke dingen kan bedenken. Iemand die heel veel humor heeft. Oud zou die zijn. Hij is 23. Ja, van 96 al. 96. Ouder, want hij heeft al behoorlijke fronzen in zijn voorhoofd. Nou trekt hij natuurlijk zijn wenkbrauwen op. Maar hij is... In een baardje. 28. En ik denk dat... Je weet natuurlijk al wie het is. Ja. Nou, vertel maar. Het is een YouTuber. Een YouTuber? Van welk kanaal? Gio, toch? Gio, inderdaad. Nou, ik zei dat we een onderzoek deden. Of nee, toch niet? Ik heb een klein beetje gelogen, want wij zijn namelijk van de Dutch YouTube Gathering. Een jaarlijks groot YouTube evenement waar YouTubers en fans bij elkaar komen. En dit is Gio. En Gio is namelijk een YouTuber. Een van de grootste in Nederland. Oké. Okay. Had je dat ooit gedacht? Nee, maar hij kent mij ook niet, denk ik. Nee, inderdaad. Hij moest eens weten wie ik ben. Ook techniek, dus ook op computer zei ik. Dus, ja, dus dat klopt wel. Het is inderdaad zo dat Gio is heel open en ook zijn hele familie. Want ze hebben namelijk met de hele familie een YouTube-account. Oh, dat is heel apart. Ook zijn ouders? Ook zijn ouders hebben met z'n allen een YouTube-account. Oké. Okay. Het lijkt wel of dit ook een selfie is geweest. Dus een foto van een selfie is gemaakt. Want het lijkt net of hij zijn schouder hier hoger is dan deze. Dus hij houdt met deze zijn camera vast. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Nou jongens, de conclusie is gebleken dat... Gio, ja, best wel mensen hem eigenlijk wel kennen. En als de mensen hem niet kennen, wordt hij geschat ja, iets ouder dan hij is. En een vakkenvuller bij de Albertijn. Willen jullie Gio nou ook ontmoeten? Dan kunnen jullie even kijken in de link hier beneden in de beschrijving. Dan kunnen jullie tickets kopen voor 22 en 23 april in de jaarbeurs in Utrecht. Laat zeker ook meteen even een like achter. Abonneer ook gelijk op YouTube-account. En laat in de reacties meteen even weten wie we de volgende keer moeten laten gokken. En dan zie ik jullie heel graag weer de volgende keer. Later! Yo mensen van DTG, welkom bij een nieuwe video. In deze video gaan wij naar mensen in Amsterdam.